Wat het CDA betreft verdient de wethouder ervoor een compliment, omdat hij in korte tijd de varianten voor herverkaveling en de consequenties en kosten helder in beeld heeft gebracht. Afgelopen januari zijn de varianten voor de herverkaveling in de commissievergadering besproken. En toen bleek opnieuw dat alle partijen, met uitzondering van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, voor herverkaveling zijn, zoals die is voorgesteld door de wethouder. Mocht u blijken dat partijen zijn die toch een 180 graden draai gaan maken en toch voor zijn leren zijn, dan horen wij graag waar zij de motivatie van die draai vandaan halen en waar zij plotsklaps de financiële middelen hebben gevonden. Als CDA steunen wij het voorstel van het college. En nogmaals, dat is niet omdat saneren of verplaatsen niet goed zou zijn voor de situatie te plaatsen, maar dat is omdat wij het niet uit kunnen leggen aan de inwoners van Winterswijk dat er zoveel, enorm veel gemeenschapsgeld in verplaatsing op één bedrijf wordt gestoken. We mogen het 8 miljoen, heb ik al gezegd, maar het gaat echt om heel veel geld. Geld waar we heel veel andere plannen mee zouden kunnen uitvoeren. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Wassink. Gaan we door naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Derde woord blijft immers, hoe je het ook weet of keert, een hoofdpijndossier. Hoewel wij niet twijfelen aan het goede wil van het bedrijf van de familie Verhagen en andere bedrijven, zullen we veel ambtelijke uren gemoeid zijn met controle, handhaving en soortgelijke zaken waarvan we nu bestaan en weet. Kortom, voorzitter, wij waren blij verrast hoe snel tijdens de coalitieonderhandelingen de coalitie die aantreedt, het eens waren over dit onderwerp. Zoals gezegd, GroenLinks deelde onze mening over verplaatsing al, maar we waren zeer blij om te merken dat ook VVD en WD heel graag nog de allerlaatste poging wil wagen. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als partij van de heer Wassink in D66 daar ook een volmondig mee. Later bleek dat de provincie niet de helft wil meebetalen, zoals de heer Wassink ook al aangaf. En hebben wij als raad het college de richting gegeven voor scenario 3. De afgelopen maanden is er veelvuldig contact geweest met de ondernemers en de buurt. Zij willen beide eigenlijk het liefst misschien wel hetzelfde. D66 snapt dat dit maar wil voorkomen dat scenario 4 zorgt voor precedentwerking of dat er andere projecten voor onze inwoners blijven liggen. De vraag is dan ook, hoe gaan we dit verkopen aan alle inwoners van Winterswijk als we kiezen voor scenario 4? Voorzitter, laat ik duidelijk zijn. De raad heeft eigenlijk eerder al besloten om Dennenoord te ontmantelen. Met omwonenden zijn afspraken gemaakt en met de ondernemers is veelvuldig gepraat. Mede met geld van de provincie is dit deels gelukt. Hoe kunnen wij dan nu toch nog bijdragen? Dat is de vraag die bij onze fractie steeds terugkomt. D66 komt tot de conclusie dat dit niet mogelijk is. Wij zijn als gemeente zelf vergeten om te kijken naar de volledige ontmanteling. Voorzitter, wij kunnen maar tot één conclusie komen. Wie fouten maakt, voelt daar de pijn van in de portemonnee. Dat zal voor iedereen gelden en in dit geval ook voor de gemeente. De gemeente is geen uitzondering. Alles bij elkaar opgeteld, komen wij tot de conclusie dat het amendement dat is ingediend door de coalitie de second best optie is, om het zomaar even te formuleren. Wij zijn er bijna zeker van dat het amendement uiteindelijk zal resulteren in een verdere ontmanteling van Dennenoord. Om die reden steunen wij dan ook het amendement. Wel met de volgende... Voorzitter, beste mensen, graag de raad. Dit is een bekende zure appel, waar wij niet doorheen moeten bijten. Winterswijks Belang is de partij van de betrokkenen. En de 180 graden draaien waar hier was ik het over had, is gemaakt omdat wij een avond hebben gehad waarin wij gesproken hebben en aangehoord hebben bij de familie Verhaag. Of althans, de familie Verhaag was hier. Hebben we duidelijk uitleg gekregen van hoe het struggle eigenlijk de afgelopen tijd is geweest. We hebben ook met de buurt gesproken. Wij waren ook inderdaad altijd voor optie 3, omdat het veel geld gaat kosten. Dan komt er een verandering omdat we inderdaad een nieuwe coalitie hebben gevormd en dan wil je wel stappen maken. En dit dossier, als je dit niet nu oplost, blijft alleen maar verliezers houden. En wij hebben daar geen zin meer in. Wij willen nu door de zure appel heen bijten. Er staat duidelijk in het amendement dat dit wel een maximum heeft. Dus ze zullen echt van alle kanten lopen daar goed naar moeten kijken om te zien waar. Maar we willen nu optreden en we willen het nu afronden. Daar zijn we van af. En wij kunnen dat heel goed uitleggen aan alle Winterswijkers. Want ik denk dat iedereen die over de Wermse weg rijdt en iedereen die kijkt wat er momenteel gebeurt daar,
ook begrijpt dat dit eigenlijk niet past in deze omgeving. Het is voor een familie Verhaag niet prettig. Het is helemaal niet prettig als je hier woont. En het is ook niet goed voor de recreatie die er plaatsvindt. Dus wat dat betreft, kort en bondig, moet nu maar gebeuren. Ik heb Verhaagtreding heeft er recht op om die duidelijkheid te krijgen. En wij als VVD vinden dat de ondernemers de kans moeten krijgen om te ondernemen. En dat ze op deze locatie niet optimaal mogelijk. De VVD-fractie is dan ook van mening dat voor halfbare oplossingen geen geld meer moet worden uitgetrokken. En daarom dienen als VVD-fractie dit aan de meerdere. Dank u wel. De nieuwe coalitie kiest daarom voor scenario 4. Volledige sanering, wetend dat dit uiteindelijk door iedereen gewenst wordt. Alleen moeten de kosten voor de bedrijfsinflatie daarbij niet te hoog oplopen. GroenLinks is al vanaf deze scenario-inleiding voorstander van scenario 4. En indachtig wat de advocaat van Verhaagtreding daarover zei tijdens de hoorzitting van 5 februari. Als we opnieuw in open overleg treden, moet overeenstemming toch binnen 6 maanden geregeld kunnen zijn. Alleen het college heeft deze optie niet aan u voorgesteld, omdat die gewoon echt in tegenspraak is met alle vorige besluiten die de raad genomen heeft. Het CDA-fractie gaf ook al aan. Januari vorig jaar heeft de Raad een amendement aangenomen waarin duidelijk zegt eventuele financiële consequenties van verblijfsverplaatsingen slechts te overwegen indien de provincie Gelderland ook een bijdrage van minimaal 50% in de kosten levert. Nou, ik zie het al gebeuren op het moment dat het college een voorstel aanlevert wat gewoon echt in strijd is met, met de motie die toen aangenomen is, dan vraag ik af wat de reactie van de Raad geweest was. Aan de andere kant, als u nu voor dit amendement stemt, dan gaat u lijnrecht in tegen wat u vorig jaar zelf besloten hebt. Maar het kan, de raad is de baas en het college heeft hier op zich geen mening op dit amendement en het geeft ook geen advies op dit amendement. Het is aan u als raad wat u wilt. Dank u wel. Tot besluitvorming. Dat is het geval. Dan breng ik eerst in stemming het amendement. Mag ik tegenstanders van het amendement bezitten? 14 voor, 7 tegen, amendement is aanvaard. Gaan we daarmee door naar het raadsvoorstel zelf? Mag ik daar voorstanders van het raadsvoorstel doen? Voorstanders van het gewijzigde raadsvoorstel? Voor 7 tegen, voorstel is aanvaard.